In dit filmpje laat ik alle hindernissen zien die de wedstrijd volwassenen en 15 tot 7 jaar moeten klimmen tijdens de OO Challenge 2022. Je begint naast de container. De volwassenen pakken vervolgens een balkenkop. Het zal duidelijk zijn welke balken de heren en welke balken de dames moeten pakken. En je loopt een ronde om het sportpark heen. Dus dat betekent, je houdt de heg helemaal aan. Vervolgens loop je door de fietsenstalling heen. Over de parkeerplaats. Dit zal duidelijk afgezet worden, zodat je precies weet waar je loopt. En vervolgens langs de heg weer naar de container. Waar je in het geval van de volwassenen je balk weer weglegt en je weg vervolgt naar Alpha. Hindernis A1. Apenhang 5 meter over beide balken. Je mag ook in de catcrawl over de balk heen. Bij die laatste balk maak je een swing over en je vervolgt je weg naar links. Hindernis B1. Muur plus kruipnet. Je klimt over de muur heen, je mag de zijkanten gebruiken en je kruipt onder het net door. Vervolgens ga je linksom verder om Bravo heen. En je vervolgt je weg. Je maakt de looproute af. Deze loopronde loop je na twee hindernissen elke keer. Dus 10 keer in totaal over de parkeerplaats. Verschil met de eerste ronde bevindt zich hier. Je gaat namelijk rechtsaf naar het hek toe. Vervolgens linksaf langs het hek. Totdat je door het gat in het hek het korfbalveld op kan. Waar je de krachtoefening doet. Vervolgens loop je vanuit de krachtoefening helemaal naar het einde van het veld. Dan pas ga je linksaf door het gat van het hek en door naar de tweede hindernis. Hindernis A2. Over het lage muurtje. Swing over bij het touw maken. En over het daknet. Na deze hindernis vervolg je je weg weer linksaf. Hindernis B2. Over het daknet XXL. Vervolgens via de zijkant naar de onderkant klimmen. Let op, je mag het gedeelte van de balk dat afgelind is niet gebruiken. En je klimt onderlangs terug naar het touw. Je mag aan beide kanten om de balk heen klimmen. Vervolgens loop je de loopronde nogmaals. Hindernis A3. Je komt via het veld aanrennen. Je haalt de Tarzanzwaai binnen door middel van het touwtje. Je zwaait naar het net toe. Je klimt over de balk via het net. En je gaat door in de catcrawl of apenhang tot het uitklimtouwtje. Vervolgens ga je linksaf om de baan verder. Hindernis B3. Je gaat nogmaals over het daknet XXL. Nu ga je de M-hindernis doen. Waarbij je alles onderlangs klimt. Betekent dus ook onder de middelste balk door, zonder de grond te raken. En ook zonder de grond te raken kom je op de rustbalk. Vervolgens ben je nog niet klaar, je moet namelijk nog de zwevende balken onderlangs klimmen. Ook dit zonder de grond te raken. Je stapt uit zodra je met je voeten over het lijntje kan landen. En je vervolgt je weg langs de heg. Hindernis A4. Apenhang 10 meter over het net en via de schuine muur naar beneden. Alles bovenlangs. Klimt via het inklimtouw omhoog. Dat betekent je mag het Beltrums lusje of de XXL staplus gebruiken. Vervolgens klim je door of in de catcrawl of in de apenhang. Vervolgens ga je over het net.
en via de schuine muur naar beneden. Hindernis B4. Dit is de laatste keer dat je over het daknet XXL klimt. Vervolgens kies je een van de twee sporen. Dat kan zijn de hoge huftelussen en je moet over beide middelste balken heen. Dat kan op deze manier zoals ik hier laat zien. Je kan ook helemaal laten zakken naar de staplus. Zodra je over de tweede hoge balk bent geweest, klim je door naar de rustbalk. Een andere manier is dus via de pie-vormige hindernis. En ook hier moet je over beide balken. Misschien wat lastiger in het eerste stukje. Zodra je over die eerste balk heen bent, is die misschien wel makkelijker dan de huftelus. Nogmaals, op de balk landen zonder de grond te raken. Vervolgens klim je door over de zwevende balk. En je klimt nog over het laatste muurtje heen. Hierbij mag je er tussendoor, maar je mag ook over de hoogste balk. Hindernis A5. Je stapt in op de lage balk. Je klimt via de staplussen naar de overkant. Zodra je over de laatste staplus heen bent, mag je op de grond. En je maakt een swing over bij de hoge balk boven de kabouterlianen. Mag door middel van afflanken, maar dat hoeft niet. Hindernis B5 is nogmaals de muur plus het kruipnet. Hindernis A6, de monkey bars. Je begint op de lage balk en je klimt 5 meter monkey bars. Zodra je met je voeten voorbij het lijntje kan landen, ben je klaar en je vervolgt je weg rechtsaf, dus over het houtsnipperpad. Hindernis B6 is 20 meter apenhang. Je gaat over de eerste lage balk. Vervolgens klim je schuin omhoog. Je gaat onder de tweede lage balk door. Halverwege de hindernis trek je jezelf op via het touw en je maakt een swing over bij de hoge balk. Daarna klim je door in de apenhang. Mag tijdens de gehele hindernis de grond niet raken. En bij de allerlaatste balk tik je de balk aan en mag je vervolgens verder. Hindernis A7. Je komt via het houtsnipperpad aanlopen. Je klimt de hoek-apenhang. De eerste balk ga je overheen. De tweede balk ga je ook overheen. Ja, en je raadt het al, ook de derde balk ga je overheen. Vervolg je weg via het houtsnipperpad. Hindernis B7. Via de schuine muur omhoog en zonder de grond te raken, klim je naar het muurtje halverwege de hindernisbaan. Je kunt gebruik maken van het spoor met de lianen en de ring. Zodra je met je hand het muurtje aan kan tikken, heb je de hindernis gehaald. Je kunt ook kiezen voor het spoor met de overlaplussen. Hierna vervolg je je weg langs hindernis Bravo. Je rent er links omheen naar de heg en vervolgens rechtsaf weer door naar de loopronde. Hindernis A8. Je klimt over het grote net heen.
boven op het net maak je een hoge swingover via een touw. Vervolgens loop je door naar de achterste balk, klimt daar onderlangs. En onderlangs klim je terug naar het begin. En zodra je de balk aan kan raken, heb je deze hindernis gehaald. En vervolg je weg langs het houtsnipperpad. Om eronder te komen mag je ook de balkenmuur of de andere obstakels gebruiken die daar hangen. Hindernis B8. Twee hoge swingovers. Bij de 3 meter balk kies je 2 verschillende obstakels om een swingover te maken. Hindernis A9. Ringen. Hier hangen nog geen ringen in het filmpje, maar die hangen er straks wel. Je begint op de eerste lage balk. Via de ringen klim je naar de tweede lage balk zonder de grond te raken. Vervolgens klim je de huftelussen. Je gaat over de tweede, derde, vierde en vijfde balk heen. Zonder tussendoor de grond te raken. Hierbij moet je elke keer weer in de staplus gaan staan, dus je mag niet over de balken heen lopen of springen. Hindernis B9, 2 lage swingovers. Kies 2 verschillende obstakels uit om een swingover te maken bij de 2,5 meter balk. Hindernis A10, swingoverlaantje. Maak een swingover bij alle buitenste swingoverbalken, behalve de stijgerbuis. Dat betekent bij de ladder, bij de banden, bij de kartbandjes, bij de totempaal, bij de hoge banden en bij de big bag. Je mag het touw in het midden niet gebruiken om omhoog te klimmen, maar je mag hem wel gebruiken om mee veilig weer naar de grond te komen. Dit kun je zien als de eindhindernis, want na deze hindernis hoef je alleen nog maar nog een keer de muur en het kruipnet te klimmen. Ik sluit het filmpje af met nog een aantal algemene regels. Regel 1. Snellere lopers hebben voorrang. Dat betekent als iemand uit een latere startgroep jou inhaalt, dan moet je diegene voorrang geven in een hindernis. We hebben een beperkte hoeveelheid sporen, dus je kan vaak maar maximaal met 2 mensen tegelijk een hindernis klimmen. Geef dan voorrang aan degene die sneller is. Stel je haalt een hindernis niet, dan mag je de hindernis altijd opnieuw proberen. Als de hindernis uit meerdere blokken bestaat, dan mag je het laatste blok waar je uitgevallen bent opnieuw doen. Dat betekent dat je bij de eerste rustbalk die je tegenkomt, weer mag beginnen. Als er op dat moment iemand anders stond te wachten op de hindernis, dan moet je diegene wel voorrang geven. Je kan er ook voor kiezen om je hindernis af te kopen op het moment dat je hem niet gehaald hebt met 15 burpees. We werken dus in deze race niet met bandjes doorknippen. In principe haalt iedereen zijn bandje, maar burpees kosten wel tijd en heel veel energie. Dus je kan ervoor kiezen om de burpees te pakken, maar vervolgens doe je nog wel mee met de wedstrijd. Je moet altijd wel de hindernis eerst geprobeerd hebben. Je kan niet denken, deze is lastig, ik begin alvast aan de burpees. Zo werkt het niet. Tijdens de hindernis mag je alleen je eigen spoor gebruiken.
Dus niet de touw ernaast pakken om jezelf te helpen over de hindernis te krijgen. Daarnaast, alles wat met rood-wit lint afgelint is, betekent dat je het niet mag gebruiken of aanraken. Dus let daar goed op. Dit gaat om een wedstrijd. Dat betekent dat de jury streng zal zijn op een correcte uitvoering van de hindernis. Ga dan ook niet in discussie met de jury. Als je het niet eens bent met wat de jurylid zegt, ga dan door met je wedstrijd. Luister goed naar de jury en ga achteraf met de wedstrijdorganisatie in gesprek. Bestudeer dit filmpje goed, zodat je tijdens de wedstrijd precies weet wat je wel en niet mag doen. We verwachten dat elke deelnemer goed voorbereid aan de start verschijnt, want we hebben een minimale hoeveelheid vrijwilligers. Dus we hebben niet genoeg mensen om je bij elke hindernis uit te leggen wat precies de bedoeling is. Zorg dat je op de hoogte bent. En tenslotte, vergeet niet te genieten. Deze sport is geweldig en deze wedstrijd is best wel pittig. Dus baal er niet te veel van als iets niet lukt, maar geniet vooral van wat wel lukt. Hopelijk zie ik jullie allemaal op 2 juli.